Een ander belangrijk concept van de transactionele analyse is dat van de transacties. Transacties gaan over hoe mensen op elkaar reageren en specifiek welke egotoestanden van persoon A tegen welke egotoestand van persoon B spreekt. U hebt misschien al gemerkt dat communicatie soms gebeurt op een ongecompliceerde, eenvoudige manier die vlot lijkt te gaan. Maar soms lijken dingen echter chaotisch, verward, onduidelijk en onbevredigd te verlopen. Transacties begrijpen kan u helpen uw communicatie met anderen net zo duidelijk te houden als u dat wilt. Wanneer de twee personen in ons voorbeeld met elkaar spreken vanuit de volwassen ego-toestand, kunnen we een transactie parallel of recht noemen. Een transactie is ook recht en complementair als een persoon vanuit de volwassen ego-toestand spreekt met een persoon in de kind-ego-toestand, zoals in dit voorbeeld van een kind dat spreekt met een ouder. Gevallen waarin mensen communiceren met gekruiste transacties zorgen voor een onderbreking van de communicatie. Gekruiste transacties komen voor wanneer er een onverwachte reactie komt op een boodschap die door een persoon uitgezonden wordt. Dit kan mogelijk leiden tot een conflict. In ons eerste voorbeeld komt de respondent uit een kritisch ouder-ego-toestand en kruist hij de transactie. Hierdoor wordt de communicatie onderbroken. In het tweede voorbeeld komt de respondent uit een ouder ego-toestand in plaats van kind en kruist hij zo de transactie. In het derde voorbeeld komt de respondent, net als de zender, uit een kind ego-toestand en niet uit een voedende ouder ego-toestand zoals verwacht. Wanneer een transactie gekruist wordt, leidt dit tot een onderbreking van de communicatie en zal één of beide personen van ego-toestand moeten veranderen om de communicatie te kunnen herstellen. Verborgen transacties zijn complex. Hierbij zijn meer dan twee ego-toestanden betrokken en wordt een verborgen boodschap verzonden. Het resultaat voor het gedrag van een verborgen transactie wordt op psychologisch niveau bepaald en niet op sociaal niveau. In het voorbeeld stelt de zender de vraag duidelijk vanuit een volwassen ego-toestand en antwoordt de respondent op een complementaire manier, terwijl de echte betekenis van de transactie plaatsvindt tussen kind-ego-toestanden. Wanneer we leren om rechtstreekse, gekruiste en verborgen transacties te herkennen en te onderscheiden, vergroten we onze vaardigheid om duidelijk te communiceren met anderen. Conversaties die bestaan uit rechtstreekse transacties zijn emotioneel bevredigender en productiever dan conversaties waarbij vaak gekruiste transacties optreden. Het vraagt tijd om expert te worden in het herkennen van ego-toestanden en rechtstreekse, gekruiste en verborgen transacties. In het begin zul je meer aandacht moeten besteden aan wat er speelt bij jou en bij de ander. Door te oefenen wordt het een tweede natuur om verschillende ego-toestanden en verschillende soorten transacties te identificeren.